Dames en heren, ja, daar komt hij aan. Wim van het Westeinde. En ja, Wim, gefeliciteerd. Dankjewel. Heb je genoten? Ik heb genoten. Ik kon mijn mond af en toe niet houden en dat moet ik niet doen. Maar het was een mooie, spannende pot en ik heb een collectief gezien vandaag. Ja, ik ook. En een elftal dat voor elkaar wilde knokken, maar ook slim wilde spelen. Een beetje straat af en toe, maar een beetje gochmer. En kijken waar de kansen liggen en met elkaar een mooi resultaat uit het vuur gesleept. Het was even schuiven, denk ik, voor de wedstrijd. Nou, het was enerzijds niet. Je miste, wie miste je allemaal? Sertjan vanwege schorsingen. Robin en Rory toch met de blessures van na aanleiding van vorige week. Emen. Dat zijn toch vier basisspelers? Ja, dat zijn vier, vijf basisspelers. Maar we hebben een brede selectie. En de spelers die er nu in het veld staan, die doen daar in principe niet voor onder. En daar hebben we vorige week ook iets over gezegd. Het is onze taak om die jongens op niveau te houden, want dat niveau hebben ze. En dat is best lastig als ze niet zoveel spelen. Maar de laatste tijd komen ze veel aan bod. En ze hebben zich goed gerevancheerd van een mindere wedstrijd vorige week. Dat gevoel had ik ook een beetje. Waarvoor kan het nu wel in de laatste weken net niet? Laat ik het zo zeggen. Ja, nou, dat zijn de, als we dat wisten, dan was het als trainers wat makkelijker. Maar ik heb mijn bespreking begonnen met twee momenten. Eén moment uit de wedstrijd tegen Neptunus en één uit de wedstrijd tegen Feyenoord. En het waren eigenlijk geen voetbalmomenten, maar dat waren de momenten hoe wij een doelpunt vieren. Tegen Feyenoord was het met z'n allen feestvieren. Dus er zat veel enthousiasme en passie in het elftal. Tegen Neptunus was dat minder. En ik heb tegen dit elftal gezegd, dit elftal kan hartstikke goed voetballen. Wij zijn 7-8 wedstrijden ongeslagen. We zijn het beste elftal qua resultaten. Misschien niet qua voetbal, maar qua resultaten na de winterstop. Durfde ook naar te handelen. Ook met deze jongens, ook al staan er vier belangrijke spelers langs de kant. De spelers die in het veld staan, die brengen wat anders. Nou, dat heb je gezien. Die brengen een collectief, taakbewust. Een fantastisch duo achterin gezien. Met Nick heel goed ervoor. Met Joren die niet veel aan het voetballen toekomt. Maar echt heel erg goed heeft gevoetbald. Ja, zo kan je ze eigenlijk allemaal noemen. Met een hele slimme spits. Ik wil er één noemen, Thijs Noordzee. Ja, dat is ons kleine ventje. Die, scheiden hij zelf. Ja, en week in, week uit er gewoon staat. En vandaag precies wist wat nodig was. Nou, dan wil ik Mitch er ook een keer uithalen. Mitch werkt altijd. Mitch werkt altijd. Was niet altijd even gelukkig voor de goal. Maakt nu weer een hele aparte goal, maar wel een hele belangrijke. Maar de manier waarop hij in het veld zich laat zien en hoe hij bezig is met het elftal en bezig is met de wedstrijd winnen. Ja, dan kan je daar met heel veel plezier naar kijken. Vorige week in A-junior, vandaag weer. Hè? Goede club hebben wij. Ja, maar goed, Mike Vrolijk laat je debuteren. Ja. Met wat voor opdracht stuurde je met veld? Ah, dat was nu niet zo ingewikkeld. Eigenlijk lastig zijn, je kansen nog zien te krijgen. Maar ook vooral verdedigend denken. Dus ook dat kunnen ze. Dus er wordt goed werk geleverd in onze opleiding. We speelden op dat moment nog 10 tegen 11. Ik vond trouwens opvallend hoeveel mensen Brielen nog achterin hield. En hoe snel ze met de lange bal gingen spelen met 10 man. Dus dat vond ik tegenvallen voor een ploeg die zo hoog staat. En dat speelde ons in de kaart. En Mike pikt het gewoon op. Een paar goede tactische opmerkingen. En hij voert dat uit. Dus het is een mooi ventje om erbij te hebben nu. En volgend jaar. Het voordeel van vroeg voetbal is dat we vroeger in woede zijn. En dan gaan we eens rustig naar de uitslagen kijken. Nee, dan gaan we eerst lekker een wijntje in de biertje. Dan doen we meer op de dag. Dames en heren, dit was Brielen Sportlust. Gewonnen door Sportlust met 0-1 en een glunderende win van het Westeinde. Volgende week de thuiswedstrijd tegen ARC uit Alphen aan de Rijn. Ook dat zal weer een spannende pot worden waarin we niet van onderschatting mogen spreken en er weer volop moeten gaan. Wij wensen u nog een heel fijn weekend en tot ziens.